Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Mag ik dat bord krijgen? Dank u. Het is vandaag maandag 2 september. Het is de eerste dag school voor Max. En oeh, amai, wauw. Ik ben zenuwachtig, wat ik zeggen. Ik ga hier alles vallen. Ik ga hem een appeltje aan schillen. Ik wou eigenlijk een appeltje meegeven naar school. Maar ze zijn niet verplicht om fruit mee te nemen. Alleen op donderdag en vrijdag, denk ik. Nog eens kijken. Ja, ik moet hem nog eens even overlopen. Ah, donderdag is het groentjes of fruitdag. De andere voor de middagen. Morgen fruit, een boterham en een koek. Of een koek. Er staat wel een koek als laatste optie. Maar ik heb een koek meegegeven. Ja? Hallo? Oké, eens even pauzeke. Ze zijn ook hier van Doors Online. Voor kasten te plaatsen op onze slaapkamer. Die gaan zo rond ons bed komen. Echt super mooi. Dat is gesponsord trouwens, even. Ik zeg het er al bij. Dus hashtag reclame. Och, altijd zo annoying, hè. Maar we waren dus op zoek naar iets van kast op onze kamer, omdat wij onze dressing helemaal boven hebben. En dat vervelend vinden om altijd naar boven te moeten gaan helemaal. En zeker ook als Nox slaapt, want dan moeten we daar zo die trap op en zo. Dus waren we een oplossing aan het zoeken en zij hadden eigenlijk de perfecte oplossing voor ons. Dus dat komen ze ook vandaag doen, maar dat zal ik zelfs ook wel even tonen. En dan ja, de big day, hè, voor Nox. Ja, ik heb dus voor vandaag eigenlijk koekjes mee en rozijntjes ook, want dat eet hem graag. Ik weet niet als dat mag, staat niet dat dat niet mag, er staat wel geen pudding of yoghurt. Dus ja, we zullen zien. Maar ik dacht, ja, voor die eerste dag of garen, dan mag je hem wel een koekje. Nou, ik ga hem wel deze middag al halen. We starten met halve daagjes. En dan gaan we gewoon zien hoe het loopt, want Nox doet nog wel meestal, eigenlijk bijna altijd, misschien 3 keer in een maand of zo dat hij niet doet. Maar voor de rest doet hij eigenlijk altijd 's middags. Maar Niels, we moeten, weet je wat we moeten kopen? Zo'n appelschiller ding. Weet je wat ik bedoel? Want dat is wel moeilijk, die appel zo stuk voor stuk schillen. Weet je wat ik bedoel? Nee, zo'n rond ding, dan moet je zo. Ik heb dat 10 jaar zo gedaan op het werk. Ik heb dat 10 jaar zo gedaan op het werk. Wij zijn appelschiller lang dan dat ken ik niet. Ja, zo'n ding, hè. Ik zal dat eens laten zien. Oké, Nox is op school. Allee, al even ondertussen. Al bijna 2 uur. Oh, ik ben benieuwd. Maar ik ga hem deze middag halen. Ik denk dat ik dat al had gezegd. En ik ga nu even nog een uurtje eigenlijk al maar voordat we gaan malen. Ga ik even de kast opruimen. Want we hebben zo 1 kast. Ik zal hem even tonen. Deze dus. Waar al de tupperwarepotjes ingegooid zijn. En dan waar Nox zijn spulletjes stonden. En er staan echt nog papflessen, maar die heb ik net weggegooid. En al zijn kwijldoekjes en zo, maar ja, dat hebben we niet meer nodig nu. Dat ga ik wel nog even bijhouden, denk ik, en op de zolder bewaren. Voor, ja, mochten we dat ooit nog nodig hebben, dat weten we niet. En daar allemaal zo van die kinderlepeltjes. Dat gebruikte men eigenlijk ook niet, want hij gebruikt zo echt van dat ijzer kinderbestek. En ja, sommige zijn ook echt vies. Dus ik ga even alles sorteren. En dan ga ik van deze schuif de schuif voor Nox maken. Dan kan hem, hier kan hem ook zelf zijn bordjes pakken. Maar dan gaat dat zo wat overzichtelijker zijn. Dan kan hem alles makkelijk pakken.
kasten staan. Ik weet niet meer wat ik heb geüpdate vandaag. Echt geen idee. Het was een beetje een chaotische dag. Maar de kasten zijn er. Super tof. Aan elke kant van het bed. En dan zien ze er zo uit van binnen. Kijk, zalig. Kunnen we hier kleren en zo in doen. Kleren die we het meeste aandoen. En dan denk je misschien, hoe warm is dit? Dus, I will show you. Dat is ook fijn, die gaan zo, kijk, zo zacht toe. Dat zijn de nachtkastjes. En hier is ook zo'n ledstrip. Dat is echt wel kei mooi. Maar ik ben dus aan het denken als ik dit er ga afdoen of niet. Ik denk dat ik dat eraf ga doen. Want dat is niet nodig om het bed bijeen te houden. Dus ik ben aan het denken dat ik dat eraf ga doen. Ik heb net die deuren afgewassen, maar hier heb ik precies een plekje vergeten. Oké, dit is mijn kant. En dat is Niels zijn kant. En ik dacht eerst, oh, dat gaat misschien veel plaatsen nemen, maar echt niet. Ik vind het echt super. Yay. Goedemorgen. Ik ga weer trekken. Ik heb Nox al naar schooltje gebracht. Ik heb denk ik geen update meer gegeven. Maar het gaat eigenlijk echt heel goed. Hij gaat echt met plezier zijn klasje binnen. Er zijn wel nog een 3-4 kindjes denk ik die huilen 's ochtends. Dus ik zie wel dat dat voor hem moeilijk is. Dat hem dan zo denkt, moet ik nu meehuilen of niet? Maar hij heeft alleen tot nu toe de eerste dag eventjes gehuild als hem echt in het klasje was. Maar dat was ook heel snel terug beter. En voor de rest niet. Dus ik ben echt zo fier. En hij vertelt ook heel enthousiast over zijn klasje, over het schooltje en wat hem heeft gedaan. Dat is kei fijn. Dus dat is de update over het schooltje. Ik ga nu vertrekken naar Celine. Want wij gaan naar Hasselt. We gaan naar de Primark. Wij gaan herfst shoppen. Want we hadden gezien dat er een hele mooie herfst home collectie is. Dus hopelijk is er nog veel. En kunnen we mooie dingen scoren. Oké, ik kom even met intermezzo. Want ik heb eigenlijk niet meer echt iets gefilmd, denk ik, naar de Primark. Maar Primark was echt teleurstellend. Er was echt niks, nog niks van de dingen die we hadden gezien online. We zagen dat echt bij heel veel mensen al voorbij komen. Maar in Hasselt en de Primark hadden ze nog niks. Misschien ondertussen wel al, want dat is nu wel al een week geleden of al 2 weken geleden. Ik heb niet meer heel veel gevlogd sindsdien, omdat het even hectische dagen waren. Heel druk thuis, omdat ik 's avonds altijd iets te doen had. Maar deze week ben ik terug on a roll met vloggen. Dus volgende week komt er wel weer een vlogje. En ik heb nu nog een paar beeldjes die gaan komen van een mosselfeest met de familie van Niels. En dan zijn we nog met de meisjes, met de mama bears, zoals we ons groepje noemen, gaan eten bij Baraka, denk ik dat het noemde, in Leuven. Was trouwens echt wel echt de moeite, heel lekker, zeker is de moeite om naartoe te gaan. Maar je moet wel tijdig reserveren, want dan is het heel snel vol. Maar dat was echt zo lekker en ook gewoon heel gezellig met de mama bears. En dat is eigenlijk alles wat er nu nog gaat komen. Dus ik wil jullie nu al bedanken om naar de vlog te kijken. Sorry dat het iets korter was deze week. Maar oké, die gaan er ook sowieso tussen zitten. Ik doe gewoon mijn best om te vloggen en dingen te laten zien die ik wil laten zien. Tot snel en geniet nog van de laatste beeldjes.